Een knappe jonge vrouw die met Jozef zou getrouwd. Plotseling werd Maria verblind door sparen van licht. Ze zag langzaam een engel verschijnen. De engel zei: Dag Maria, de Heer is met jou. God heeft jou uitgekozen. Je zult zwanger worden en een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Hij is de zoon van God zelf. Hij zal een grote man worden, de Messias, de Verlosser. En nu de engel verdwenen. Maria was in de war. Ze ging snel naar Jozef om het hem te vertellen. Deze Jozef was een timmerman. Hij was een goed mens. Toen hij hoorde dat Maria zwanger was, dacht hij: ik kan niet met Maria trouwen. Ze is zwanger van iemand anders. Maar s'nachts kreeg Jozef in de droom. En in de droom zei een engel tegen hem: Jozef, luister. Je kunt rustig met Maria trouwen. Want het kind dat zij verwacht is van de Heilige Geest. Maria zal een zoon krijgen. Hij zal zijn volk redden. Toen Jozef deze boodschap had gehad, deed hij wat de engel hem gezegd had. En hij trouwde met Maria. In die tijd wilde Keizer Augustus alle inwoners van het Romeinse Rijk laten tellen. Iedereen moest zelf komen in de plaats waar zijn familie vandaan kwam. Dus er moesten heel veel mensen op reis, omdat ze nu in een andere plaats woonden. Ook Jozef en Maria moesten op reis. Ze moesten helemaal van Nazareth naar Bethlehem. Een lange en moeilijke reis zou worden. Maar nu weten we nog niet wat we moeten gaan doen. Want we weten wel dat er een kindje geboren wordt. Maar waar, wanneer en hoe, dat weten we nog niet. En Jozef en Maria die zijn ook al weg. Zullen we anders ook maar gewoon op pad gaan? Misschien komen we Jozef en Maria nog wel tegen. Kinderen, ja, kunnen jullie mee helpen zoeken? Ja! Helemaal mooi. Dan stel ik voor dat wij eerst naar buiten gaan en dat jullie achter ons volgen. Nog niet naar buiten gaan jullie, maar wij gaan alvast naar buiten. Als jullie allemaal meegaan, dan gaan we op hermetjes door. Dat zijn de herders. Daar hebben we al meer over gehoord tijdens kerstmis. Ja, en omdat die zelf niet zoveel licht hebben, hebben jullie allemaal een lichtje gekregen om het een beetje bij te schijnen met je lichtje. Doe maar eens, kijk maar eens hoe mooi dat wordt. Ja, daar kan ik niks aan doen, vent.
En dat is ook handig om de tekst te lezen om mee te zingen. Jazeker. Weten jullie nog hoe het verhaal ging van de herder? Weet je dat nog, Sarah? Nee. Nou, dat is ook een heel verhaal hoor. Luister maar eens. Die nacht waren er veel herders in de buurt van Bethlehem. Ze zaten bij elkaar rondom wat vuurtjes. Het was een rustige nacht, met een mooie heldere hemel, vol sterren. Ze hadden ook bezoek gehad van de engel. De herders waren er een beetje bang van geworden. Maar de engel had gezegd, jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn. Binnenkort wordt jullie redder geboren. Hij wordt geboren in Bethlehem, de stad van David. De herders waren eerst wel verbaasd, maar later ook gerustgesteld. Van pure vreugde stookten zij eerst het vuurtje nog wat op. Daarna besloten ze ook op weg te gaan om het kind te gaan zoeken. Maar eerst moesten ze even rusten en natuurlijk alle vuren nog doven. Dus die herders gaan ons helpen. Ja, misschien wel. Maar er zijn er ook al zoveel andere kleine herders en herderinnetjes, dat we misschien zelf ook goed op zoek kunnen. Ja, en die herders moeten natuurlijk ook nog zorgen voor de schaapjes. We zagen er straks al een paar lopen. Ik zie er maar geen schaapjes. Nee, ik denk dat ze die in een andere rij hebben gezet. Want hier zouden ze ook maar snel weglopen. En of die herders meegaan, ja, dat weet ik niet. Die hebben al een heel eind gelopen. Die zaten nou net even lekker bij een vuurtje. En die dachten, we moeten nodig even slapen. Thank you.
zware top. Overdag brandde de zon aan de hemel. Maria was nu al maanden zwanger. Ze zag op tegen alles wat haar te wachten stond. Ze verlangde naar een veilige plek. Jozef deed zijn best om voor zonsondergang een slaapplaats te vinden, zodat Maria kon uitrusten. Maar de zon ging al onder en de maan kwam al op. De reis ging over zandpaden, over heuvels. Zandstormen staken op en geeselden de gezichten. Jozef en Maria bleven daarom de hele nacht doorlopen, want ze wilden zo snel mogelijk in Bethlehem zijn. Plotseling zagen ze in de verte een licht. Bethlehem was in zicht. En ouders, jullie zijn zeker op de goede weg. Het is een hele lange tocht. Maar Jezus is geboren. Want zo heet hij Jezus, de koning die jullie zoeken. Blijf zoeken, dan zul je komen bij een stal. En daar is Jezus. Want ja, hij is al geboren en op jullie aan het wachten. Jazeker, die is heel mooi. En zo vol in het licht, ik word er gewoon een beetje stil van. Ja, stil zijn we allemaal. Maar kom maar eens, het is fantastisch mooi. Met een boodschap. We moeten wel vader, we moeten op weg zijn. Want we weten niet dat de boek zit is, dat het een beetje verborgen is. We gaan het verborgen. Thank you.
Ik mag niet in het licht. Daar snap ik helemaal niks van. In mijn koninkrijk. Ik als koning Herodes. En ik mag niet weten waar het kindje in ligt. Vinden jullie dat ook niet raar, kinderen? Nee. Vinden jullie ook dat ik... Wat, een nieuwe koning? Ik ben klaar, Herodes. Oh. En wanneer gaat dat gebeuren? Ga je niks aan. Kan ik dan met pensioen? Ja. Als een nieuwe koning komt. Ons betreft wel, ja. Ja, ik ben er helemaal niet blij mee. Dit gaat toch wel gevolgen krijgen, dat kan ik jullie wel beloven. Ja, ik heb wel aangetrokken, maar je mag toch niet mee, hoor. Echt niet? Jongens, meisjes, mag niet, hè? Nee, dag vandaag. Nou, jullie zijn het wel goed eens met elkaar. Ja, oké, ja. Zeker al een applausje waard. Dank ook aan buurtvereniging De Straat. Dank aan de familie van De Pol voor het beschikbaar stellen van deze unieke locatie voor de kerststal. Dank ook aan heel de organisatie van deze tocht. En dit is niet het enige wat hier bij de kerststal staat te gebeuren. Op kerstavond... Ja, goedenavond dames en heren. En we zingen allemaal gezellig mee, hè. Een heel gelukkig kerstfeest. En dan komt ie. Ja. 1, 2, 3. Een heel gelukkig kerstfeest. Voor jou en iedereen. De wolken bedekt de stad met een wit tapijt. En mensen versieren hun ramen en genieten van de heerlijke tijd. Verlichte sterren versieren de huizen en op de hoek staat een heilsoldaat. Oh, wat vries dat het kraakt, dat is een ijsbaan gemaakt. Ja, de winter is nu echt op waard. En dan komt hij met z'n allen, ja! Voor jou en iedereen een heel gelukkig kerstfeest. Voor jou, voor mij, voor allemaal. Voor jou, voor mij, voor allemaal. Als een gouden stille stroom. In een verlichte etalage zie ik de kerstman op zijn arreslee. En ieder kind die je prachtig vindt, want ze willen graag met hem mee. En dan komt hij weer met z'n allen. Voor jou, voor mij, voor allemaal.
eten, bij de bonen en bij de stal. Deze wens, dat ieder mens het vrede hebben zal. En dan komt u weer hier, ja! Dankjewel!